Wat moet Ruggengraat in Nederland doen? Ons helpen. Ons uit de brand halen. Het is gewoon niet te doen hier. Hoe bedoelt u? Economie is heel slecht. Door die COVID is het nog erger geworden. Dus gewoon samen zitten met z'n allen. Echt met de samenleving. Hè. Zitten en een goede besluit vinden hoe we verder kunnen. Want het gaat zo niet. Het gaat helemaal niet. Nee. Alles is duur in de supermarkt. Je hebt geen geld in je portemonnee. Er is geen werk. Iedereen heeft honger. Dus ja. En nou zegt Nederland, we willen wel helpen. Maar dan moeten jullie het wel doen zoals wij het zeggen. Nee, het is 50-50. Dus het is niet zo van, je zet me met mijn rug tegen een muur. Nee, zo werkt het niet. We moeten het gewoon een tegemoetkoming vinden om samen een oplossing te vinden. Het is niet zo zodanig dat weet je, het moet. Snap je? Ja, maar als nou iedereen zijn poot stijf houdt, dan is er morgen geen geld. Ja. En dan? En dan? Hoe gaan we verder? Ja, weet je, ik weet het zelf niet zo hoe het moet, maar we moeten gewoon samen, er zijn heel veel mensen, zeg maar in Nederland en op Curaçao, die met een goede, rustige verstand hebben. En dat we echt met een goede, verstandige oplossing kunnen komen. Zeg maar Rutte samen met Ruggengraat. Weet je, we moeten gewoon samenwerken en gewoon dit redden. Curaçao redden. Want wij horen, wij horen in Nederland. In het Koninkrijk, ja, zeg maar. Want we vallen onder Nederland, dus we moeten gewoon. Nederland moet helpen en Curaçao moet ook samen helpen. Weet je, samen komen we verder. En mag Ruggengraat dan doorgaan? Als hij met een goede oplossing en een gezonde oplossing komt, waarom niet? En als dat niet lukt? En handen niet in iemand anders zak steken. We moeten gewoon. Hoe zeg je dat, zeg maar? Een papimento? Ja, nosinkoasi ekosnang met een clear mind. Dus alles moet, zeg maar, gecontroleerd worden. Zeg maar, alles moet turkos mister porta buta panos por mira onda esenta bai. Esenko bin voor die Hollanda, mister wa onda etabai. Ja, dan zegt Nederland, dat willen wij ook. Ja. Sterker nog, we willen dat zelf doen. En de Ruggengraat zegt, no way. Ja, meer kan ik niet zeggen, want ik weet niet precies hoe het zit. Mm-hmm. Maar we moeten gewoon even samen zitten en kijken waar we uitkomen. Want zo gaat het niet langer door. U voelt de pijn ook? Ja, zeker. In je portemonnee, in stress. En overal, weet je, mensen kunnen niet functioneren. Dus het is voor jou ook niet prettig. Hoe ziet u Curaçao over 10 jaar? Dat is een goede vraag. Ik ben heel positief en een doorzetter. Dus ik denk, als wij met een positieve mind en een positieve oplossing verder kunnen, over 10 jaar zijn we wel een stuk verder en beter. Okay. Dank u wel. En ook de toerisme. Ja? Wat en toerisme, ook de toerisme is? We kunnen. Ik denk, we kunnen meer dan dat wij nou doen. We kunnen meer. Maar we moeten wel de juiste mensen op de juiste plek hebben. En dan komen we wel verder. Dank u wel. Graag gedaan. Okay. Doei. Fijne dag. Bedankt. Zelfde. Hoor.